Hallo mede gamergeeks, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jim en dit is het eerste uur van Moto Racer 4. Als je de titel hoort, dan denk je misschien aan een realistische motorsimulator. Althans, dat was mijn gedachte toen ik voor het eerst die titel hoorde. Maar eigenlijk is Moto Racer een arcade-achtig racespel. De eerste kwam 19 jaar geleden uit op de PlayStation 1 en heeft dus de nodige delen en ook wat spin-offs gehad. En eerlijk is eerlijk, ik kende de serie niet, had er nog nooit eentje gespeeld, maar kreeg dus wel de kans om dit nieuwe deel te spelen. En wat ik tot nu toe gespeeld heb, heb ik gemerkt dat er wat leuke elementen zitten in Moto Racer 4, maar dat het naast de fun ook een frustrerende tyfusboel kan zijn. Er zijn een aantal modes, zoals splitscreen, online multiplayer en quickplay, dat zie je allemaal als je de game opstart. Het enige waar ik ben ingedoken in mijn eerste uur is de career mode. En die is onderverdeeld in twee categorieën. Je hebt normale races op asfalt en offroad races. Bij de asfaltsectie had ik gewoonweg races en time trials en dat soort dingen. En bij het offroad gedeelte had ik een eliminatierace waarbij er om een aantal seconden een racer afvalt. En een mode waarbij je genoeg punten moet binnenhalen door wheelies te doen, trucjes terwijl je in de lucht bent. En landen met beide wielen, want dan krijg je ook een aantal punten. Wat betreft variatie is er dus op dit moment weinig mis. Denk ik, oké, prima. Nu ben ik geen race-expert. Ik speel niet heel veel racegames. En als ik racegames speel, dan wil ik toch wel inderdaad wel liever naar het arcade-achtige. Dat vind ik dan leuk. Ik vind bijvoorbeeld Mario Kart vind ik leuk. Nou, is dat niet echt een racegame, eerder een partygame. Maar een Burnout vind ik leuk. Trackmania vind ik te gek. En een Need for Speed, dat gaat er bij mij ook wel in. Weet je al, niet al te serieus. Dus ik ben er geen expert in. Dat moet ik nog, denk ik, nogmaals benadrukken. Maar daar waar de controls op het asfalt redelijk waren, vond ik ze bij de off-road gedeeltes echt kut. Ik snap dat het de bedoeling is dat het op modder lastig is om zo'n voertuig onder controle te houden. Maar Motor Racer 4 haalt dit naar het extreme. Wat vooral kut is bij het off-road gedeelte, is dat je ook nog eens puntenaftrek krijgt als je van de weg afgaat. Maar dan niet een paar puntjes, dus je denkt, oh nee, ga maar terug de weg op jongen, want al die trucjes zijn anders voor niks. Nee, je krijgt pokkenveel punten aftrek. Ook moet ik erbij zeggen dat de eerste time attack die in deze career zit, op het asfalt is dat trouwens, die is heel streng. Het is op een track die meerdere routes heeft, maar je moet echt een specifieke route nemen, anders haal je het gewoon echt niet. En dit leverde bij mij echt heel veel frustratie op, want ik zat nog maar een paar minuten te spelen en ik zat echt zo van, what the fuck, net heb ik een race fucking makkelijk gewonnen en nu haal ik die fucking timer niet, what the hell, ik heb dat echt iets van 15 keer overnieuw gedaan of zo, voordat ik het haalde. Dat zegt misschien ook heel veel over hoe slecht ik ben in race games, maar ik vond het een rare, een rare sprong van moeilijkheid, dat ik dacht van, what the fuck, eerst haal ik heel makkelijk een race en daarna is zo'n time attack ding is fucking moeilijk. Dus ik hoop niet dat dat nog heel veel voor gaat komen, want dan gaan er denk ik wat controllers hier door de kamer heen vliegen. Wat Motor Racer 4 vooral kenmerkt voor mij is de bugginess in deze game. Niets voelt echt 100% lekker aan. En dat is niet alleen door de besturing, maar ook door hoe de wereld en jouw racer reageren op wat er gebeurt. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om zijwaarts te rammen. Nou, dat klinkt fucking cool, weet je wel, dat je andere rijders in de race, ah, fuck you, bam, zo van hun motor af kan schoppen. Maar wanneer je daadwerkelijk iets raakt, dan is het alsof de game volledig flipt. Alsof deze functie er eigenlijk niet in hoort te zitten. Alsof het een bug is, een glitch. Het is jammer, want ja, dit is dus wat de game zo lekker arcadey kan maken, wat het absoluut niet realistisch maakt. Het is gewoon een game die rommelt, en dat zie je ook terug in de graphics. Er zijn levels waar mooi detail in zit en waar het licht mooi weerkaatst, terwijl ik op andere momenten het idee heb alsof ik een PS3-game zit te spelen. De muziek die is bijvoorbeeld best wel goed. Past heel erg goed bij de sfeer die het denk ik probeert neer te zetten. Maar het geluid vind ik dan weer slecht. Ze willen bijvoorbeeld de coureurs echt als personages neerzetten. Ze hebben allemaal van die cheesy names zoals Bolt en nou, ik weet al even geen andere meer. Maar je krijgt dan ook onderaan het scherm wel eens van die quotes te zien. Maar er zijn geen voice-overs. Althans, niet wat ik heb gehoord tot nu toe. En dan denk ik van, ja, hallo, maak er dan even lekker zo'n overdreven, alright, you did a wheelie, of zoiets van. Weet je, dat lekker zo overdreven, lekker 90s. Als je arcadey gaat, ga dan ook volledig arcadey. En ook de motoren, die klinken voor mij eerder als opgevoerde feuns dan sportvoertuigen. Maar nogmaals, daar heb ik heel weinig verstand van. Ik vond alleen wel dat ik zoiets van, het geluid knaagt een beetje.
Ja, op dit moment heb ik vooral een gemengd gevoel bij de game. Is Motor Racer 4 fucking slecht? Op basis van het eerste uur, nee. Is het een fantastische arcade racing game waarvan ik zoiets heb van... Oh, moet ik nu opstarten? Nee, ook niet echt. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn in de game, mocht je dit gezien hebben en je denkt... Nou, het ziet er eigenlijk wel leuk uit. Motor Racer 4 is nu verkrijgbaar voor de PC en voor de PlayStation 4. Daar heb ik hem op gespeeld. En, interessant, voor de PS4 heeft hij ook support voor PlayStation VR. Klinkt heel erg vet. Zelf heb ik geen PSVR, dus ik heb het niet met deze game kunnen uitproberen. Maar bij een preview sessie heb ik er wel even mee mogen klooien. Maar daar werd ik oprecht misselijk van de game. En dat was de eerste VR game waar ik misselijk door werd. Nou moet ik daarbij wel zeggen, nogmaals, dat was een preview, dat was een vroege beeld. In diezelfde beeld draaide de normale mode, dus zonder VR, echt voor geen meter met een kut frame rate en bla bla bla. Maar dat is in deze versie, de volledige versie, lijkt dat opgelost te zijn. Ik heb niet heel veel frame rate problemen gehad op de PS4. Dus neem dat commentaar over VR, dat ik misselijk werd en dat soort shit, neem dat met een korrel zout. Maar weet dus dat ik in een preview beeld had ik er last van. Maar goed, whatever. Motor Racer 4... Ik moet nog maar afwachten of ik het echt leuk ga vinden. Op basis van het eerste uur denk ik... Nee, zal wel. Anyway, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.